Jorginho en Alder. Lilleke schiet. Ingreep door de keeper. Hoekschop. Een mogelijkheid om de score te vergroten. Hij neemt de corner kort. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Goed verdedigd hoor, maar we krijgen een inworp. Mislukte inworp, weg balbezit. Zet zichzelf buitenspel. Die paas werd onderschept. De scheidsrechter laat doorspelen. Dat is een prima beslissing, want zo hou je tempo in de wedstrijd. Absoluut. Pogba! De Gea voorkomt een doelpunt. En weer komt die bal keurig aan. Hij speelt een prima wedstrijd. Prima gestoken, zo lijkt het. Ja, met dit soort aanvallen, man, daar krijg je het publiek niet mee op de bank, hoor. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. Sergio Aguero. Maakt hij gelijk? Een gedurfde en geslaagde tackle, hoor. Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. Daar gaat hij. Henrik Mkhitaryan. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. En dat betekent het einde van deze counter. Met veel gevoel gegeven door Aguero. Een ouderwets stiftje, de keeper kan er niet bij. Hij zag dat de keeper een stukje voor zijn goal stond. Kijk eens. En hij wist precies wat hij van plan was. Ja, hij wist het precies, want hij keek en hij dacht, ik probeer het gewoon. En het is gewoon schitterend afgemaakt. En wat een bijzondere wedstrijd is dit. Het staat weer gelijk en het kan alle kanten op. Jorginho en Alder. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Salah. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Lilleke met een schot. Corner. En dan kan het spoken voor het doel, hoor. Ze spelen een korte corner. Oxlade. Chamberlain. Hij speelt de hele dag al goede passes. Van Dijk, Diego Godin, Kieran Trippier, Jorginho Wijnaldum, Paul Pogba, daar is het schot. De bal gaat via de paal binnen. Dat gaan we nog even vanuit een andere hoek bekijken, want hij leek naast te gaan. Was dat wel zo bedoeld, Evert? Ah, hij gaat er wel lekker in. Willian. Daar zit de tegenstander tussen. Aguero. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? De tegenstander weet de paas eruit te halen. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Met gevoel gegeven. Meerdere opties. Henrik Mkhitaryan. Wijnaldum. Die bal gaat over de achterlijn corner. Korte corner. Hoekschop dus. Substitution for the visitors. Coming off the pitch. Number 6. De hoekschop komt in het strafschopgebied. Paul Pogba. Sané. José Holibas. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Het verschil is maar één doelpunt. Kunnen ze die voorsprong vasthouden tot het einde van de wedstrijd? 5 minuten nog op de klok.
En dit is dan de gelijkmaker. Gered, maar het blijft gevaarlijk. We zitten in de laatste 10 minuten van de wedstrijd en het publiek voelt dat dit een heel belangrijk moment kan zijn. Ja, en het zou wat zijn hè, als ze hieruit zouden scoren. Er ligt heel veel ruimte daar op de flank. Oh, wat een juweel van een beweging. Hij legt hem terug. Allemachtig, prachtig, doelpunt. Nog een goal. Ze krijgen er maar geen genoeg van. Hij staat niet echt lekker te keeper vandaag, Jori. Dit is niet de eerste bal die hij uit het netje moet halen. Nee, hij heeft echt een off day vandaag. Het is dramatisch eigenlijk. Het zit hem helemaal niet mee vandaag. Willian. Agüero. Mogelijk een goede kans hier. Sergio Agüero. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Georgino Wijnaldum. Salah. Kieran Trippier. Willian. Van dichtbij de aansluitingstreffer. Hij is dicht bij de goal, maakt hij het af? Het speelt zo. En daar. Someone to make my feelings known, but I don't know what's coming over me. Welkom dames en heren, Evi ten Apel is mijn naam en ik ga samen met u naar deze wedstrijd kijken en samen met Jori Mulder. Ja, het belooft een leuke pot te worden vandaag. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling van start. Dit elftal speelt 4-3-3, dat is jou niet vreemd hè? Nee, voor een centrumspits is het... Wordt dit een doelpunt? Met die poging was al weinig mis. Maar deze redding is er helemaal eentje voor de samenvatting lijkt mij. Schietkans van dichtbij. Miranda. De verdediging geeft... Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Cuadrado. Sergej Milinkovic-Savic. Immobile. Nee, dat schot moeten we snel vergeten.
Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. Dries Mertens. Mertens! Een super redding hoor, van de keeper. En die wordt weggewerkt. Daar komt de kans op een voorsprong. Dries Mertens. Immobile. Daar is het openingsdoelpunt. Daar hebben we niet lang op moeten wachten. Nee, en nu krijgen we een lekkere open wedstrijd. De eerste goal van dit treffen. Immobile. Marek Hamšík. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Oscar. Fabinho. Alessandro Florenzi. Daar zit de tegenstander tussen. Ze toonden veel geduld, maar het balbezit is nu toch voor de tegenpartij. Die paas wordt onderschept. Fabinho. Anderson Talisca. Top! Komt dat schot? Wat een geweldige redding van de keeper. Die bal gaat uit, dat betekent een corner. Ze kiezen voor de lange variant. Kostas Manolas. Anderson Talisca. Philippe Anderson. Oscar. Mertens. Perisic. Die heeft een zee van ruimte op de vleugel. De bal is nog aangeraakt. Inworp. Miranda. Miranda. Netjes weggewerkt die bal. Dries Mertens. Immobile. Dries Mertens. En Mertens moet hem erin leggen. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. Ze krijgen een inworp. Oscar. Dries Mertens. Wordt dit wat? De keeper werkt de bal weg, maar het blijft gevaarlijk. Over de zijlijn, inworp. Ja, ze zijn niet meedogenloos genoeg en ze hadden de voorsprong moeten vergroten. Ze veroveren de bal en kunnen een aanval gaan opzetten. Dalbert. En ze hebben de bal alweer te pakken. Goed werk daar. Anderson Talisca. Oscar. Daar is het balbezit. En nu? Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. Net op tijd onderschept. Ivan Perisic. Die gaat uit, mede dankzij puikverdedigend werk. Kostas Manolas. Fabinho. Miranda. Hij weet die paas te onderscheppen. Zo maak je de keeper niet moeilijk. Bal kwijt, tegenpartij is nu aan zet.